Of je nou al lang bejaard of pas net begonnen bent. De situaties die tijdens een wedstrijd op tafel verschijnen komen voor in welke klasse je ook speelt. Je hebt rechtstreken balletjes, balletjes via de band, doorstootballetjes, enzovoort enzovoort. Al deze balletjes hebben een specifieke methode hoe je ze het best kunt spelen om er een maximale raakkans uit te krijgen. Door deze methodes te oefenen en in de wedstrijd uit te voeren, ben je bezig met het beter worden in biljarten. Vandaag gaan we een stootje behandelen die op elk niveau onwijs veel moet worden weggespeeld en erg belangrijk is om tijdens jullie wedstrijden die grote series te kunnen opbouwen. Welkom bij GR Biljart, mijn naam is Gert van Veldhuizen en vandaag gaan we het hebben over trekstootjes. Ik weet mijn eerste ervaring nog wel met trekstootjes. Toen ik 12 jaar was en samen met mijn pa een potje ging biljarten in biljartcentrum De Game in Wageningen, kwam er een man op me afgelopen en vertelde dat er een manier was om de ballen na een stoot weer dicht bij elkaar te krijgen. Door het trekstootje naar de hoek voor te doen, ging er een wereld voor mij open. Ik wist nu dat je als speler invloed kon hebben op het resultaat van je carambol. En daarom zijn trekstootjes zo ontzettend belangrijk. Het is de basis van een gecontroleerde wedstrijd waarin je kansen creëert en een serie kunt maken. Zonder het gebruik maken van een trekstoot zijn series over de 20 vrijwel onmogelijk. Trekstootjes zijn er in verschillende vormen en maten. Zo heb je lange trekstoten. Maar ook korte trekstoten. Trekstoten via de band. Of rechtstreeks. Elke trekstoot heeft zijn eigen moeilijkheidsgraad en moet met een andere gedachte worden weggestoten. Maar wat is een trekstoot nou precies en hoe werkt het? Door je eigen speelbal onderin de bal weg te stoten, creëer je een achterwaarts effect, terwijl er nog steeds sprake is van een voorwaarts momentum. Een goed voorbeeld is wanneer je hard loopt, je niet abrupt in tegengestelde richting kunt lopen. Door je voorwaartse momentum ben je gedwongen nog een metertje naar voren te lopen voordat je kunt draaien. Behalve als je tegen een muur aanloopt. Bij biljarten gebruiken we geen muur, maar kan bal 2 wel als een muur worden beschouwd? Wanneer je speelbal met een voorwaarts momentum bal 2 raakt en voorheen trekeffect is gegeven, wordt het voorwaartse momentum volledig afgekapt en is alleen het trekeffect nog aanwezig. Hierdoor zal de speelbal in tegengestelde richting gaan rollen. Pas wel op dat je je speelbal niet te zacht wegstoot, want anders is er na het contact met bal 2 geen trekeffect meer over en zal de bal niet terugkomen. Als je dit trekeffect nog niet naar tevredenheid beheerst, leg dan verschillende oefeningen voor jezelf neer. Wat oefening, waar het kunt. Nu we weten wat trekstootjes zijn en hoe ze precies werken, is het de kunst om deze ballen tijdens de wedstrijd goed uit te voeren. We houden hier de verzameling van de ballen nog even buiten beschouwing, aangezien het trucje dat ik jullie ga vertellen hierbij niet van toepassing is. We richten ons puur op het maken van de carambol en de methode die je hierbij erg gaat helpen. We hebben hier een trekstootje liggen die we via rood naar wit willen spelen. We weten wat we moeten doen, namelijk een trekstoot. Maar hoe hard moeten we de bal spelen? Hoe dik op de rode bal moet mijn speelbal komen? Hoe hoog of laag stoot ik met mijn eigen bal? Je krijgt namelijk maar één kans om de bal te maken, dus moet overal rekening mee worden gehouden. Niet helemaal. Het eerste wat we doen is de hoek bepalen van bal 2 en bal 3. Dit doen we niet met graden of berekeningen, maar gewoon met een denkbeeldig lijntje. Zoals bij mijn eerdere video over losse bandjes. Heb je die video nog niet gezien? Check die dan zeker even op mijn kanaal. Ik heb gehoord dat die heel erg leuk is. Op het moment dat ons denkbeeldig lijntje de bal raakt, markeren we dit punt. Nu gaan we naar onze eigen speelbal en creëren we opnieuw een denkbeeldig lijntje naar bal 2, zodat de lijnen elkaar kruisen. Dit is ons mikpunt. Het enige wat nu nog moet worden gedaan is maximaal trekeffect te geven. Het tempo van de speelbal mag je zelf bepalen, zolang die maar niet te zacht is. En voilà, je kunt een trekstootje uitrekenen. Let wel op, dit is een methode voor het creëren van een handvat. Hoe meer deze balletjes oefent, hoe meer het als natuurlijk wordt beschouwd en je deze methode steeds minder vaak nodig hebt. Vooral wanneer je ook ballen wilt gaan verzamelen.
In dit geval kan deze methode niet altijd worden toegepast, omdat er ook nog sprake is van een goede dikte op bal 2. Een methode hiervoor zal in de loop der tijd zeker volgen op mijn kanaal. Dus dit was het dan, een makkelijke methode om trekstootjes te maken. Train deze methode goed om die vervelende trekballetjes tijdens de wedstrijd eindelijk eens de baas te zijn. Vonden jullie deze video leuk en hebben jullie er wat aan gehad? Abonneer dan zeker even op mijn kanaal hieronder om op de hoogte te blijven van mijn vele video's die nog gaan komen. Mensen, bedankt voor het kijken. Veel biljartplezier, tot de volgende keer. Later.